Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En in deze video heb ik voor jullie weer een weekvlog. Maar Jamie, je was gestopt met de weekvlog, toch? Ja, dat klopt. Maar waarom ga je er nu weer eentje maken? Mensen gaan denken dat je iedere week weer een weekvlog hebt. Ik ga het nu aan mijn kijkers uitleggen. Vind je het heel erg dat ik weer verder ga? Ga je gang! Oké, let daar maar niet op, want dat is mijn gemene tweelingbroer. Maar maakt niet uit. We gaan door met deze vlog. Deze week staat in het teken van de weekvlog dus. En ik dacht, laat ik er eentje maken, want ik heb de aankomende week heb ik best wel leuke afspraken op de planning. Waaronder vandaag ga ik naar een concert. Morgen heb ik opnames voor iets super tofs voor mijn YouTube kanaal. Woensdag heb ik afgesproken met Nina. En donderdag, heel cool, ga ik naar de opnames van Oh, wat een jaar in Baarn. En dan moet ik fucking 2 uur voor reizen. Maar maakt niet uit, ik heb het er wel voor over. En ja, jullie gaan kijken wat ik deze week allemaal ga uitspoken of heb uitgespookt. Maar vandaag staat in het teken van een concert. Lil Kleine heeft de Alleen Tour vandaag in Den Haag en daar ga ik heen. Het is trouwens nu 10:55 en ondertussen is hier mijn powerbank aan het opladen. Ik heb mijn camera net opgeladen, mijn vlogcamera. Daarachter mij is nog een soort van powerbank aan het laden. Super veel zin in. Ik ga vandaag trouwens met Jamira naar Lil Kleine. Super zin in. En ja, jullie gaan door middel van deze eenmalige weekvlog gaan jullie weer gezellig mee op pad. Dus, bring it on with this beautiful week. Ik heb me dus zojuist klaargemaakt voor vandaag. Dit is wat ik draag. Dit witte blouseje komt van de H&M. Mijn broek komt van de Bershka. Leuke stofzuiger Henry staat hier. Schoenen Vans. We zitten bij de Hema. Ik heb een Red Velvet cake. Jam. Een ijskoffie. Jamira heeft ook een ijskoffie. En dit gaan we lekker eten en drinken. En Jamira alleen drinken. Bye.
Zoals je kan zien, ik ben echt zo moe. Mijn voeten zijn dood, mijn benen zijn dood. Oké, niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Ik kan, oh, mijn benen doen zo van pijn van staan. Ik lig dus echt in bed en het was super gezellig. Morgen heb ik afgesproken met Lisa om te gaan filmen. Super zin in. Dus dat zien jullie over een paar seconden in deze vlog. En dan ga ik voor nu even wat rusten zeggen. En dan spreek ik jullie over een paar seconden weer. Dus let's go. We gaan verder met dinsdag. Goedemorgen, woensdag vandaag. Het is vandaag woensdag dus. 18 oktober. En ik ga zo meteen boodschappen doen met mijn moeder. Even heel snel. En dan ga ik naar Rotterdam. Want ik heb vandaag afgesproken met Nina. Met mijn beste vriendinnetje Nina. En die heb ik al echt al 3 maanden niet gezien. We zaten vroeger bij elkaar op school. Maar ik ging toen weg. En nu zitten we niet meer bij elkaar op school. Of in de klas. Überhaupt, ik ga nu boodschappen doen. Heel snel. En dan ga ik daarna op naar Rotterdam. Zit ik in de trein. En ik ga zo meteen. Of ik ben nu onderweg naar Nina. Rotterdam. Of ik stap eerst naar Rotterdam. En dan meet ik daar Nina. En dan gaan we samen naar Rotterdam. Maar achter mij is de Sena. En ik zit alweer, echt, hoe lang zitten we nu in de stad? We zitten nu al? Vanaf half 12. Half 12, dus nu bijna 3 uur. En jullie konden er net al zien, maar ik ben weer herenigd met Nina! Jee, nou echt 3,5. Wow, wat is dat nou weer? Kijk dan. Wow, ski ding of ik wil ook zoiets. Maar 3,5 maand hebben we elkaar gewoon niet gezien. Dat is echt een beetje sad. Nu oktober. We hebben, hoe lang we hebben elkaar daar voor het laatst gezien? School. August, nee. Schoolfeest. Ja, schoolfeest. Nee, want een week later hebben we weer afgesproken. Ja. Wanneer was schoolfeest? Juni? Nee. Juli. Augustus, heb dan inderdaad 3 maanden. We gaan zo meteen lekker naar huis, want Nina is moe en ik ben ook moe. Nog even pakken. Ja. Nina moet morgen, gaat vanavond inpakken, want morgen gaat ze naar Limburg. Limburg. Voor hoeveel dagen? Donderdag ben ik daar met haar. Vrijdag gaan we daar naartoe, zaterdag gaan we terug. Dus 3. 3 dagen, 2 nachten. Dus. En ik ben fucking bang. Waarom? Nou, ik moet naar die horror dingen in Germany. Ik moet niks, maar ik ga daar naartoe. Heel succes. Ja. Mijn zusje gaat zondag naar Walibi Fijnheid. Want ik mag niet mee, maar ik was toch niet van plan om niet mee te doen. Maar ze zeggen dat zeg maar Horror Park Germany, dat zeg maar het engste festival, horror festival is van Duitsland. Dus ik ben van gewacht. Hey Felicia, jullie gaan Nina niet meer zien in de vlog vandaag. Dus. Doei! 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 Hi! Hi! Als je kan zien ben ik weer thuis aangekomen. Ik heb helemaal niks gekocht in Rotterdam. Het is nu rond 1 uur of 4. Ik ben thuis en ik ga lekker mijn bed in. Ik ben zo ontzettend moe. Ik heb kort geslapen. Dus ik ben echt moe. Ik weet niet wat ik vanavond allemaal ga doen. Maar ik ga jullie wel gewoon weer meenemen de avond in. En ja, dat wordt het eigenlijk voor vandaag eigenlijk. Niet zo heel veel boeiends. Geshopt met Nina, wat in de H&M gepast. En ja, voor de rest niet heel veel. Dus ja, ik kan nu doen. Nee. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En het is vrijdag 20 oktober. Het is nu bijna 9:30. Over 9 minuutjes, 9:30. Ik heb me helemaal klaar gemaakt voor vandaag. Want vandaag ga ik met Viola naar Amsterdam toe. Ik zet jullie even neer. Ik ga dus vandaag met Viola naar Amsterdam. En daar heb ik super veel zin in. Het is wel vroeg, het is nu bijna 9:30 en ja, ik ben nog best wel moe, een stuk ballen.
En ja, ik ga jullie vandaag ook weer meenemen. En ja, let's go. We gaan naar Amsterdam. We zijn er in Amsterdam. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag 22 oktober. Ik ben al een tijdje wakker. Ik ben al vanaf 10 uur wakker. Het is nu 12 uur. En ik ben voor school. Ik ben voor school dingetjes aan het doen. Voor ergo. Dat gaat heel erg over houding en gezondheid. En dat soort dingen ben ik nu mee bezig. Ik heb nu 4 cases gedaan. En ik heb nu 10 bladzijden. En ik heb nu 1327 woorden. Dat is best wel veel. Gisteren heb ik niet gevlogd. Maar ik ben toen naar Rattaplant geweest. Naar een kringloopwinkel. En daar heb ik iets super tofs gekocht. Dus dat ga ik jullie zo ook laten zien. En ja, trouwens, voor die mensen die het wilden weten. Want ik kreeg heel veel vragen op Instagram over mijn hoesje. Dit hoesje komt van de Bershka. Heb ik gekocht voor 2 euro. En daar zit een foto in van mij en mijn nichtje. Super cute. Dus ja, ik moet ook nog de vlog gaan bewerken. Dat moet ik ook nog doen. Dus veel te doen voor mij vandaag. Dus ik weet niet hoe lang deze dag vlog duurt. Maar dat gaan jullie wel zien. Ik ga zo ook even de vlog monteren. En nu even lekker een pauze nemen. Ik ga lekker even vlogs kijken. Ik ben nu 2 uur bezig. Het is best wel pittig. Dus ik neem nu even een pauze. Van een half uurtje. Lekker in bed liggen en dan vlogs kijken. En dan even lekker wat drinken ofzo. Dus ik zie jullie zo weer. Inmiddels is het alweer 17:45. Ik ben klaar met school. Mijn laptop heb ik weggelegd. En ik ben even op internet aan het kijken naar een ringlamp. Want ik wil een ringlamp aangeschaffen. Maar ik weet dus niet waar en hoe en wat. Maar ik ben nu ondertussen aan het kijken op sites. En ik kom nu deze ringlamp tegen. Deze ringlamp dus op de site Camera Express. En ik zat een beetje tussen die foto's te kijken. En ik weet dus niet of je in godsnaam zo'n standaard erbij gaat krijgen. Kijk, hier zie je zeg maar zo'n standaard. Oh, what the fuck, wat doe ik? Maar hij is, even kijken, 50 euro. Maar dan ga ik hier kijken. En dan staat er niks over een statief of dergelijke. Dus hoe zit dit? Ik weet het niet. Ik ga even verder kijken. Even kijken, bol.com. En natuurlijk doet hij weer heel traag over. Oké, bol. Zeg maar, hier heb je er ook heel veel, maar ik vind die dan weer heel duur of zo. Wat is dit? Ik ga dit even uitzoeken en dan spreek ik jullie zo weer. Dus is het alweer een paar uur later. En ik ga nu lekker de vlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze eenmalige weekvlog. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Doe die duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer.